de zegen zal uitspreken over dit vliegtuig. Ik wil dus nu als eerst uitnodigen om de zegening uit te spreken op een Pandit Nandu. Hari Om. Dames en heren, goedemorgen. Onze president, onze minister, onze ambassadeur, alle aanwezigen, de grote SLM-familie. Mag ik samen met u bij dit mooie gelegenheid in gebed gaan. Het gebed, de betekenis daarvan is God onze moeder, God onze vader, onze kennis, God leidt en begeleidt ons. Mag ik u uitnodigen om in een gebedshouding te zijn? Dank u wel. Om Tvameva Matashtya Pita Tvameva Tvameva Bandhushtya Shakha Tvameva Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Tvameva Sharvam Mam Deva Devam Om Shantakaram Bhujagashainam Padmanabham Suresham Vishwadharan Gaganashadrisham Meghavaranam Subhangam Lakshmikantan Kamalanainam Yogiravardhyanagamyam Vande Vishnu Bhavbhayharan Sharvalokaikanatham Om Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Garvadvaja Mangalam Pundarikaksha Mangalaye Tanoharim Hari Om Shanti, Shanti, Shanti. Suriname gefeliciteerd, SLM gefeliciteerd, onze regering en onze president, de directeur van SLM. Iedereen gefeliciteerd. Het gaat u goed. Dank u wel voor uw aandacht. Dank u wel, Pandit Nandu. Intussen is Pandit Nandu deel geworden van die grote SLM-familie. We danken u hartelijk. Ik wil u toch even de huishoudelijke mededelingen doorgeven. Waar de twee heren staan daar, dat zijn mijn collega's. Als u die gang ingaat en rechtsaf, dan bent u bij de toiletten. Er is ook een toilet naast het securitygebouw waar u naar binnen kwam. Het zuizend geluid dat u hoort, dat komt doordat de aircraft wordt gekoeld. Zodat wanneer u straks het vliegtuig gaat bezichtigen, dat u dus in een gekoelde ruimte komt. Neemt u ons dus niet kwalijk van al dat gezuis, maar het is niet anders op dit moment. Vanuit de moslimgeloofsovertuiging wil ik mijn collega Orlando Mahinder Prasad uitnodigen. Orlando. Ik begroet u, broeders en zusters, met een moslimgroet, islamitische groet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mogen de vrede en zegeningen van Allah, de Verhevene, op u rusten. Alhamdulillah, wassalamu wassalatu wa ala rasulullah wa ala alihi wa sahabi wa ajma'in. Alle lofprijzingen aan Allah. Mogen de vrede en zegeningen van Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah de Verhevene, op u rusten. En ook op Mohammed, vrede zij met hem, zijn huisgenoten, zijn metgezellen en een ieder van ons hier. Wij moslims, we starten altijd met Hij die ons heeft geschapen, Al-Ghalik, de schepper, Al-Razakum, naam van Allah subhanahu wa ta'ala, de schenker van levensonderhoud, Al-Muhaiminu, de beschermer, Al-Mukitu, de onderhouder. Al-Shafi, de genezer. Degene in wiens handen
de absolute controle van elk aspect van ons bestaan ligt. Wij starten met hem te lofprijzen, hij die in controle is, hij die de touwtjes in handen heeft. Door hem te prijzen, verkrijgen wij geluk, vreugde en tevredenheid. Wij sturen ook de groeten en de zegening op aan allen die hij heeft gekozen vanaf het begin om ons te herinneren aan de relatie tussen ons en hem, de profeten. Vandaag zal ik het heel kort hebben over één ding, wat vaker over het hoofd gezien wordt. Een belangrijk aspect in ons bestaan, in ons leven, in ons drukke leven, waar wij vaak genoeg onvoldoende tijd voor maken, of soms helemaal geen tijd voor maken. En dat is namelijk vreugde, blijdschap. Vandaag zijn wij hier op dit moment, laten wij de vreugde, de blijdschap van dit moment ervaren. Vele van ons stellen hun vreugde, hun blijdschap uit. Wanneer we als kleine jongen of meisje op school zijn, op de lagere school, dan denken van oké, ik ga blij zijn als ik mijn GLO-diploma haal. En als je dat al hebt, je bent op de MULO-school, dan denk je van oké, ik ga blij zijn als ik mijn MULO-school-diploma haal. En ga zo voort. Op de middelbare school denk je, ik ga blij zijn als ik mijn middelbare school-diploma heb gehaald. En uiteindelijk, wanneer je dat behaald hebt, dan streef je toch naar meer. Dan wil je toch wel de universitaire of HBO-diploma behalen. Niets mis mee. Als volwassenen hebben wij dat streven ook voor onze kinderen. Soms stellen wij ons vreugde uit naar het moment dat we een goede of beter betaalde baan hebben. Maar het belangrijke is dat wij waarderen wat wij nu op dit moment hebben. Dat anderen het slechter hebben. En dat wij dat moment van vreugde vieren. Vandaag zijn we hier voor het vieren. De inzegening van deze machine die hier staat. Laten wij ons geluk, ons moment van vreugde beleven. En niet blijven uitstellen. Wanneer u in een vliegtuig bent, any airline, dan kent u de piloten niet. U weet niet van waar ze komen. U hoort soms wel een naam, maar u weet niet wat hun background is, wat hun achtergrond is, van welk ras of geloof ze zijn, noem maar op. Hetzelfde geldt voor een chauffeur in een bus of in een trein. Of wanneer u een schip gaat boarden en u kent de gegevens van de kapitein niet. Maar u bent content. Want u weet dat u uw destination veilig en wel zal bereiken. Moeten wij niet content zijn wanneer wij weten dat ons leven en alles, alle aspecten van ons leven in controle, in handen zijn van hem? Moeten wij ons dan niet veilig en dankbaar voelen? Moeten wij niet blij zijn daarom? En wanneer wij ons blij en relaxed voelen in de islam, dan zeggen wij alhamdulillah. Alhamdulillah voor dit nieuwe vliegtuig. Alhamdulillah voor zaken waar wij invloed op hebben, omdat wij die kunnen veranderen. Maar ook alhamdulillah voor zaken waar wij geen invloed op hebben, omdat wij dat aan hem moeten overlaten. Laat deze dingen dus voor ons niet onze vreugde beperken. In Surah Rahman, Surah 55 van de Koran, herhaalt Allah subhanahu wa ta'ala, het woord van God, herhaalt hij, Fabi ayyi ala'i rabbika tukazziban. And which of his favors would you deny? En welke van zijn gunsten zult u verloochenen, ontkennen? Ik zal, laten wij samen bidden voor de zegen, om de zegen te verkrijgen. Voor de SLM, voor het personeel, directiestaf, maar ook voor de vliegtuigen. Ik vraag u allen, amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Satan. In naam van Allah, de meest barmhartige, de meest genadevolle. Inna Allah wa malaikatahu yasalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina maulana Muhammad wa 'ala ali sayyidina maulana Muhammad wa barik wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. O Heer, geef ons wat goed is in deze wereld en ook in het hiernamaals. En red ons van de kwellingen van het vuur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Onze Heer, vergeef ons het gebed. En voorwaar, u bent de alhorende, de alwetende, ya Allah. Voorhoor ons gebed. Rabbana wa tub alayna innaka antas tawwabur rahim. Onze Heer, vergeef ons. U bent vooral voorwaar de berouw aannemende, de genadevolle. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayy, Ya Qayyum. U bent Ar-Rahman, u bent de barmhartige. U bent Ar-Rahim, u bent de genadevolle. Ya Allah, stapt u aan boord bij ons en laat uw barmhartigheid en genade op de SLM, directie en personeel en allen die ons goedgezind zijn neerdalen. Ya Allah, u bent Al-Muhaymin, u bent de beschermer. Ya Allah, wij vragen u. Houd uw handen boven en onder onze vliegtuigen en het bedrijf, Ya Allah. En bescherm de SLM tegen kwaadwilligen. En houd er ver weg van ons, Ya Allah. En laat met uw goedvinden ons niet in onweer belanden. Zodat geen enkel wapen dat tegen de SLM gevormd is zal gedijen. Ya Allah, u bent Al-Alimu, u bent de Alwetende. Ja Allah, geef ons kennis en verhef ons niveau, Ya Allah. Zodat wij ons marktaandeel kunnen opeisen, Ya Allah. U bent Al-Hadi, Ya Allah, u bent de gids. Ya Allah, u bent de beste GPS en de beste navigator, Ya Allah. Schenk de SLM een gezond tegenwind, opdat wij zoals vliegtuigen sneller mogen opstijgen en geraken tot grotere hoogten, Ya Allah. Weerhoud ons dit bedrijf van zware turbulentie en dat wij onder uw leiding de juiste koers mogen varen, Ya Allah. U bent een noor, u bent het licht, Ya Allah. Wij vragen, laat uw noor, laat uw licht op ons schijnen. En wees een gids voor ons en leid ons naar de juiste omgeving waar onze zaken zullen bloeien en wij succesvol zullen zijn. Opdat wij met de wind onder de vleugels, Ya Allah, keer op keer de approach naar succes en de veilige landing te welzijn mogen maken. Ya Allah, u bent al gevoerd, de meest vergeving gezinde. U bent het tawabu, de berouw aanvarende. Ya Allah, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, rambi matubi wa tubulayhi alayhim. Wend uw aangezicht tot ons, Ya Allah. Vergeef onze zonden en onze fouten. En schenk ons het goede in deze wereld, Ya Allah. U bent een razaku, de schenker van levensonderhoud, Ya Allah. Schenk ons mooi bedrijf, heel veel risk, levensonderhoud. En verbind ons met de juiste mensen om succesvol te zijn, Ya Allah. En verwerpt u al de financiële tegenslag. En dat deze in uw naam omgezet mogen worden in winsten, Ya Allah. Geef ons liefde en begrip voor elkaar en open onze harten voor alle poorten van geluk, Ya Allah. Accepteer deze dua, dit gebed, Ya Allah. En stelt u ons in staat om u op de beste wijze als mogelijk te kunnen dienen. Dankbaar te zijn, Ya Allah. Voorwaar wij smeken u, Ya Allah. Geef ons sabr, geef ons geduld, Ya Allah. Laat ons geduldig zijn. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله ik dank u. Dankjewel Orlando. Orlando is onze in-house imam en waarschijnlijk heeft de SLM alles in huis. Want ook onze Eugenie, die is dominee, en Eugenie Mandung van de EBG-gemeente, die nodigen we op dit moment uit om vanuit de christelijke geloofsovertuiging haar zegen uit te spreken. Eugenie. Ook van mijn kant, zeer geachte aanwezigen, van harte welkom. Fijn dat wij hier samen mogen zijn. Wij willen dan deze dienst dan ook opdragen aan onze Heer en Heiland. Wanneer wij zeggen dat onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft,
Hij die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij met u. In naam van God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Allereerst wil ik we, de SLM, wil Suriname, iedereen die een bijdrage geleverd heeft, die nog steeds een bijdrage levert, feliciteren met onze A340-300, met als registratie PZTZW. Deze zondag, toen wij aan het begin stonden van deze nieuwe week, toen kregen wij de zondag die de naam draagt, Exodi, die ons terugbrengt en ons weer wil bemoedigen met de tekst uit Psalm 27, vers 7. Hoor, heren, hoe ik luid roep. De psalmist, die weet van waar zij, wat hij moet vragen en naar wie hij toe moet gaan. Hoor, heren, hoe ik luid roep. Wees mij genadig en antwoord mij. 100 psalmen verder, Psalm 127. Dan weet de psalmist ook dat het aan des Heeren zegen is. Dat wij Gods zegen onmisbaar is in ons leven. Wanneer als voorbeeld wordt gebruikt een huis, voorbeeld van een stad. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen de arbeiders. Als de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Laten wij bidden, geliefde aanwezigen. Liefdevolle Vader, genadige Vader, Heer, wij weten naar wie wij toe moeten gaan. Of we weten het misschien ook niet. Maar Heer, wij willen u allereerst danken voor deze gelegenheid. Heer, dank u wel dat wij vandaag weer met elkaar vergaderd mogen zijn voor een heugelijk feit. Wij beseffen, Heer, dat het is vanwege uw genade. Heer, in uw woord staan wij vanmorgen stil bij twee belangrijke zaken die u ons meegeeft in uw woord. De allereerste in 2 Kronieken 7 vers 14. Zegt u dat wij het slechte achterwege laten. Dat wij weer gaan bidden. Dat wij weer gaan leven naar uw wil. En als wij dat doen, dan wilt u naar ons luisteren. Dan wilt u ons zegenen. Dan zult u ook ervoor zorgen dragen dat het goed zal gaan met ons. Ook worden wij in Hebreeën 3 erop gewezen. Dat wij de zegen niet kunnen ontvangen als wij niet geloven. O Heer, wij hebben uw volle zegen nodig. Wij willen ten volle genieten van uw zegen. En omdat wij dat willen, Heer, vragen wij u. Komt u ons ongeloof ter hulpe? Helpt u om dat ongeloof weg te werken voor zij die nog niet geloven? Heer, wij komen vanmorgen voor uw aangezicht met het nieuwe vliegtuig. De A340-300. Heer, wij dragen dit vliegtuig aan u op. Wij vragen om uw zegen daarvoor. Maar Heer, zegent u ook allen die hier zijn. Zegent u ons arbeid, goede God en Vader. En laat ons handel en wandel zijn tot lof en eer van u alleen. Heer, dit vragen wij u en bidden wij u in naam van onze Heer en Heiland, onze Redder, Jezus Christus. Amen. Zullen wij gaan staan voor de zegen die wij nodig hebben van onze Heer? Heer, hier staan wij. Heer, als dienst mag van u, vraag ik u om uw zegen
voor dit vliegtuig dat nog moet gaan vliegen. Want dat is het doel waartoe wij dit vliegtuig in gebruik hebben genomen. Dat het daadwerkelijk zo gauw mogelijk mag gaan vliegen. En dat u alles bewerkstelligt, goede God en Vader. Dat wij daartoe mogen gaan. Zo Heer, de Heer zegene ons en behoede ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genade. De Heer verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons zijn vrede. In Jezus' naam. Amen. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel, Eugenie. Ik merk dat we ons netjes aan de tijd houden, zoals afgesproken. We hebben de drie geestelijken gehad in ons, Pandit Nandu, respectievelijk Orlando Mahinderprasad en ook Eugenie Mandung hebben we gehad. Dan is het belangrijk om de reeks van toespraken te beginnen. We zullen een zestal sprekers met een spreektijd van maximaal 5 minuten kort het woord tot u richten. En ik wil natuurlijk als eerst uitnodigen de CEO van Suriname Airways, Stephen Gunesh. Goedemorgen. Van harte welkom, president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Prasad Santokhi, DC van het district Para, mevrouw Joden, minister Albert Egbert Jubitana, perfdiplomatiek, genodigden, gasten en aanwezig SLM personeel. Het is voor mij een waar genoegen om u namens de SLM te mogen verwelkomen op deze inzegeningsdag van onze A340-300 vliegtuig. De SLM werkt hard aan het herstel en legt daarmee de basis voor een betere toekomst. De contouren hiervan worden langzaam steeds duidelijker. De vastberadenheid van de president, ondersteund door de regering, als aandeelhouder natuurlijk, om de SLM behouden te hebben en dat we doorgaan met de SLM, maar ook de inzet, geduld van onze RVC, alle stakeholders, alle SLM'ers, zorgt ervoor dat we vandaag hier kunnen staan bij dit mooie moment. Het vertrouwen in de SLM herstelt zich, niet alleen in Suriname, maar ook buiten onze grenzen. De SLM-vluchten raken beter bezet. En ook de interesse om met de SLM samen te werken en het uitbreiden van onze routenetwerk, de ondersteuning daartoe althans, dat groeit. Recent hebben wij nog diverse bezoekers afgelegd in de regio, waarbij wij de ondersteuning hebben gekregen van diverse autoriteiten en instanties. In dit kader zullen wij op termijn meer informatie verschaffen met betrekking tot ons routenetwerk, de uitbreiding daarvan, met als doel de bereikbaarheid van Suriname te faciliteren, maar bovenal en niet minder belangrijk, de inkomsten te verhogen voor dit mooie bedrijf. Het behoeft geen betoog dat de SLM een aardige schuldenlast met zich meedraagt. Wij zijn met ons team erin geslaagd om met haast alle buitenlandse crediteuren middels schikkingen, herschikkingen, haircuts te bewerkstelligen een besparing van circa $20 miljoen tot nu toe. En we gaan door. Gezien het vertrouwen welke men heeft in de huidige leiding, hebben wij dit resultaat kunnen realiseren. En ook zelfs willen sommige van deze crediteuren blijven verder werken met de SLM. Dat stemt ook heel goed. Ook met de crediteuren in Suriname, dames en heren, gaan wij verder aan de slag om ook die zaken op te lossen en te herschikken om tot een goed einde te brengen. De verdere ontwikkeling van de SLM zal zich richten op onder andere het continu werken aan kostenverlaging, kostenreductie,
maar ook inkomstenverhoging. Versterken van de interne organisatie. Voorzetten van het herstel en een beheerste groei. Bovenal, heel belangrijk, verbetering van de service aan het reizend publiek. Dat is een continu proces. Dames en heren, wij zijn er nog niet. Maar als wij de rust bewaren, gefocust blijven en de juiste acties ondernemen op de juiste momenten, dan zullen wij er wel komen, ja. Ik wil allen die hebben bijgedragen aan het bereiken van deze mijlpaal, staat hier een prachtig vliegtuig buiten, hartelijk dank zeggen voor alle medewerking die we hebben gehad. Mijn speciale waardering en dank wil ik betuigen aan de regering van Suriname, de Raad van Commissarissen van de SLM, onze industriële partners, de BPSLM en de VSV, CASAS, onze luchtvaartwaakhond, die zorgt ervoor dat we veilig blijven opereren. Mijn collega directielid, alle SLM-medewerkers die met volle inzet hun schouders onder het verder herstel van de SLM hebben blijven zetten tot nog toe. Ik dank u allen. Tevens bijzondere dank aan het reizend publiek en alle reisagenten die het vertrouwen in de SLM hebben gesteld en wederom stellen. Samen met het personeel gaan wij de toekomst van Suriname en ook van de SLM hoopvol tegemoet. Ik wil u allen feliciteren met dit mooie moment voor SLM, maar meer nog voor Suriname. En dank u hartelijk voor uw aandacht. Dank u wel. Grand tangi. Dank u wel, heer Gonesh. En als we het over vliegtuigen hebben, dan hebben we het ook over lessoren. En er is een vertegenwoordiger van de lessor hier. En die zal ook kort het woord tot u richten. Mr. Ahmed Safar, I would like to invite you. Very good morning to everyone, Your Excellency the President, ladies and gentlemen. What a wonderful day, what a wonderful event. I'm very happy to meet everybody on the SLM team and especially Your Excellency. My name is Ahmed and I'm speaking to all of you on behalf of the lessor of SLM's latest A340-300 aircraft. Today, it is a great honor to recognize our thriving relationship with SLM, one of this region's historically significant airlines, and this remarkable nation, of course. In this dynamic world of aviation, our collaboration with SLM over the last 8 months has been marked by mutual respect and a shared vision. I salute the new management team of SLM, particularly Mr. Ganesh, Mr. Baijo, and of course the President of the Supervisory Board, Mr. Lai Singh, for their dedication, their professionalism, and for infusing new life into this esteemed airline in what is a very short amount of time. During challenging times, resilience is key. The SLM team has demonstrated this through a robust, forward-thinking, and pragmatic recovery plan. Having witnessed this plan firsthand myself, I can confidently express my complete faith in its future success. Our company is proud to partner with SLM. This harmonious relationship fosters growth, understanding, and prosperity, which reflects our company's core values of service excellence, customer satisfaction, and integrity. To His Excellency the President, your visionary leadership has over the years clearly fostered an environment that is conducive to good business and collaboration. We are grateful for this and look forward to nurturing our relationship further. In closing remarks, I am confident that with SLM's great team and their thoughtful recovery plan, the future holds promising achievements. May we continue to sail towards a horizon filled with success, with growth and mutual prosperity. Thank you for your unwavering commitment and for allowing us to be part of this journey with you. Thank you. Thank you, Mr. Zafar. Unwavering commitment. Ik denk dat de SLM trots mag zijn als we die woorden horen.
omdat we met z'n allen very committed zijn aan de visie die de SLM heeft. En dat is onder andere het Caribisch gebied, Zuid-Amerika, maar ook binnen Europa opereren. Een goede vloot zullen gaan neerzetten. In het kader wil ik ook onze president-commissaris uitnodigen. Ganesh Lightsing, komt u maar. President van de Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Prasad Santokhi, DC Para, mevrouw Joden, TCT minister Witana, geachte aanwezigen, goedemorgen en namens de RVC ook welkom. Het is vandaag weer een moment om trots te zijn. Na ongeveer 3 jaren gaan wij heel binnenkort met ons eigen toestel vliegen van en naar Amsterdam. Ik denk dat wij als Surinamers trots mogen zijn op de SLM. Ook degenen die teleurgesteld zijn of de SLM niet een warm hart toedragen, mogen vandaag trots zijn op SLM. Ik hoop dat Surinamers in binnenland en de diaspora's in het buitenland beseffen als de SLM vandaag niet zou zijn, wat de tarieven zouden ongelooflijk hoog zijn. Vorig jaar juli hebben we dat duidelijk kunnen merken toen de SLM voor 3 weken was uitgevallen en alle vluchten waren gecanceld. U weet hoe de tarieven toen verhoogd werden. Door het vertrouwen weer in te winnen hebben we weer een lessor. Sorry. Hebben we weer een lessor, V2, kunnen krijgen om zaken met ons te doen. Dezezelfde lessor had eerder SLM afgewezen, omdat er toen geen vertrouwen was in SLM. Vanaf augustus 2022 hebben wij een ander directieteam met een gewijzigd RVC. Om een bedrijf met meer dan $75 miljoen schuld te runnen, moet je wel een goed team hebben. Er is een heel goede samenwerking tussen de RVC en de directie. En samen zullen we uiteraard met de ondersteuning van de aandeelhouder de SLM tot grote hoogte brengen. Alle neuzen zijn in dezelfde richting om de gestelde doelen te realiseren. Wij gaan de goede kant op, maar zijn lang niet waar we moeten zijn. Wij van de RVC, president, willen ook die dag zien en meemaken waar de SLM na jaren of misschien eerste keer de eerste dividend voor u stort. Wij hebben nog een lange weg te gaan, maar ik ben ervan overtuigd dat als wij op dezezelfde voet doorgaan, dat wij over 3 jaartjes wel zover zijn, president. En ik zie de pers hier aanwezig. Bij deze zou ik ook gebruik willen maken van de gelegenheid om de onwaarheden die personen via media verspreiden over de SLM. Met name dat de regering maandelijks aan de SLM een subsidie van $2 miljoen verstrekt te ontkrachten. Deze geruchten berusten niet op de waarheid. Was dat maar het geval, president, dan hadden wij van de directie en de RVC geen slapeloze nachten. En de DC van Para, u weet het, SLM Nawang, Banabong, Omoro Doti Etrowe, Omoro Wekonfatu, en Omoro Doti Etrowe, Omoro Opolani Wechakong. En next month gaan we andere vliegtuigen binnenhalen. Ik wil namens de RVC aan ieder dank zeggen voor de bereikte mijlpaal vandaag. Met name dank aan het vlootteam, de directie, de RVC, de regering en last not but least de aandeelhouder, de president. Tot slot wil ik namens de RVC ook aan ieder feliciteren met het toestel. Met name personeel, staf en directie van SLM, de regering, de aandeelhouder, president. Maar in elk geval Suriname gefeliciteerd. U hebt een aantal dat woord trots gehoord. De DC heeft dat gebruikt, de CEO heeft dat gebruikt. Ik heb dat ook een paar keren gebruikt. En dat gaat u merken straks waarom wij dat woord trots een paar keer hebben gebruikt.
Hiermee wil ik benadrukken dat SLM de trots is en blijft van Suriname. Het gaat goed. We gaan door. Dank u. Dank u wel, meneer Laxing. Ik hoop niet dat je de pers hun microfoon hebt beschadigd, anders ben je in de kosten. Ik wil uitnodigen de volgende spreker, en dat is de minister van TCT, de heer Jubitana. Moet ik zeggen, Albert Egbert? Oké. Okay. Goedemorgen, zijn excellentie, onze president van de Republiek Suriname. Ik ontkom niet aan de sociale verplichting, omdat ik verneem dat onze moderator, of onze goede man hier van mijn rechts, dat zijn vader het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld. Heel veel sterkte, want dat mogen we ook niet vergeten. Ondanks vandaag een mooie dag is voor de SLM. Kraktimi brada. Ik zal de protocollen in acht nemen. Verder. De burgermoeder van district Para. De ambassadeur van Guyana die hier ook aanwezig is. Welkom, Korps Diplomatiek. Collega's, clusterministers die hier helaas ook niet aanwezig konden zijn, maar ook een woord van bemoediging of woorden van bemoediging hebben bijgedragen aan mijn speech. Waarnemend CEO, raadsleden, vertegenwoordigers van de luchtvaartindustrie, representative of the lesser, personeel van Suriname. Suriname Airways, bondsbestuur, niet te vergeten onze directeur TCT, welkom, directeur Casas, welkom, ook de media en alle genodigden, welkom. De inzegening van deze Airbus is onze tweede blijde moment binnen een jaar tijd. Ik dank ieder. En ieder die dag in, dag uit nog steeds bijdraagt aan het herstel van dit mooie Surinaams bedrijf. In welke hoedanigheid dan ook. President, zeker ook uw aanmoediging en zeker de energie die u heeft gedurfd om hierin te stoppen. De clusterministers nogmaals, het is een waar genoegen. En een eer om deze dag met u te vieren. En na de uitdagingen die we hebben gehad met dit bedrijf, is het ook belangrijk om de gehaalde mijlpalen te vieren. Deze inauguratie is niet alleen een belangrijke stap voor de SLM, maar ook voor de reizigers. De ingebruikname van de nieuwe kist gaat gepaard met kosten. Commercieel gezien is deze route waar zij zal worden ingezet, de Paramaribo Amsterdam, waar de SLM haar marktaandeel weer zal moeten gaan vergroten. Rust is roest, geldt dus vooral voor deze kist. We mogen de geschiedenis zich niet laten herhalen. Het moet maximaal worden ingezet. Naast de ambities van de SLM heeft de ingebruikname van vandaag een bredere betekenis voor de connectiviteit van ons land. SLM zal ook invulling moeten geven aan de mogelijkheden gecreëerd door de Air Service Agreements die getekend zijn en in voorbereiding zijn tussen Suriname en andere landen. Wij hebben lopende afspraken met andere Europese landen, Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Afrika. Het is een goed vooruitzicht waar de SLM ook gebruik van dient te maken. De luchtvaart is ook een katalysator van onze economie.
onze economische groei, culturele uitwisseling en sociale cohesie. Door onze vloot uit te breiden en onze diensten te verbeteren, zal de SLM bijdragen aan de verdere ontsluiting van ons land. Laten we teruggaan naar de SLM die deuren opent. Ik hoor hier het woord trots. Nieuwe kansen creëert voor de Surinamer. En eenheid creëert bij het zien van ons toestel in de lucht. Dames en heren, deze inzegening is echter ook een goed moment om te bezinnen. Op 3 januari jongstleden bij de inzegening van de PZ-TCV, nu genaamd de Sabaku, zei ik het al, het is een belangrijke mijlpaal om het vertrouwen in Trusted Wings opnieuw op te bouwen en om de positie van de SLM in de Surinaamse luchtvaartsector opnieuw te bevestigen. Recent was ik 2 dagen in Trinidad en wat merken we? De ontsluiting van het Caribisch gebied. Wij hebben daar zeker heel grote kansen en mogelijkheden die we moeten gaan benutten. Het kost sommige landen, eilanden, uren, misschien dagen zelf, om kleine afstanden te overbruggen. SLM ziet daar uw kansen. Het vertrouwen in de maatschappij is het fundament waarop alle interacties met reizigers, werknemers en zakenpartners berust. In de luchtvaartsector wil de reiziger erop vertrouwen dat die veilig en op tijd de plaats van bestemming aankomt. Het voornaamste doel van de aandeelhouder, de bond, het pensioenfonds, de RVC en de individuele werknemers en de directie is het voortbestaan van dit geliefd bedrijf garanderen en het vertrouwen winnen en vergroten. Laten we dat ook doen. Ik neem u toch even mee naar een stukje geschiedenis. Maar van een stukje geschiedenis naar het heden. In 1949 richtte Justitia, Pietas en Fides een vereniging van Surinamers dienden ze een voorstel in om te beginnen met een binnenlandse vliegdienst. Ze schoven piloot Ronald Edwin Kappel hiervoor naar voren. Suriname zag hier niet de noodzaak voor en ging eerder in zee met ervaren buitenlandse maatschappijen en ondernemers. Kappel en zijn businesspartner Van Eyck dienden meerdere malen een aanvraag in voor een vergunning. Echter, zij kregen die pas in 1952, 3 jaar later. Ze werkten hard, keihard, en hun werk maakte indruk op de Surinamers, maar ook op de overheid. 5 jaren later werd op 6 januari 1955 de eerste officiële vlucht onder de naam SLM uitgevoerd naar Mungo. De nieuwe maatschappij was een samenwerking van de overheid, Kappel en Van Eyck. Het was een bewijs dat de toenmalige staten van Suriname met lokaal talent, let wel, lokaal talent, lokale investeringen en lokale inzet voor eigen belang konden opkomen. En vandaag, nu bijna 70 jaar verder, kunnen wij dat weer. Laten we met grotere eenheid in geloof, en ik zal niet zeggen geloof in eigen kunnen, maar geloof in samen kunnen, ons werk voortzetten en gezamenlijk de luchtvaartindustrie in Suriname verder tot ontwikkeling brengen. Mijn dank gaat nogmaals uit aan ieder hier die aanwezig is. SLM, gefeliciteerd. Succes, maar bovenal Suriname en Surinamers, gefeliciteerd. Grantangi. Dank u wel, minister Ibitana. Tot slot wil ik de hoogste man van dit land uitnodigen, zijn excellentie, de president van de Republiek Suriname, de heer Chandrika Prasad Santokhi.
Bedankt, master of ceremony. Laat mij alvast starten u te condoleren, broeder, met het heengaan verlies van je geliefde vader. En laat hij ook vandaag trots zijn dat u als zoon een bijdrage mag leveren aan de verdere groei en bloei van SLM en daarmee ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ons land. Sterkte aan de familie en mogen zijn ziel en vrede rusten. Welkom, nogmaals, minister, ministerscommissaris, Prescom en leden van de RVC, directeur, directieteam, representative of the lesser, medewerkers van SLM, andere partners, stakeholders. Het is voor mij wederom genoegen om vandaag hier te staan als aandeelhouder om weer een mijlpaal met u te vieren. Maar natuurlijk zal het karakter van het vieren ook bepaald worden aan de hand van de inspanning en de inzet die allemaal gepleegd zijn. Vanaf ons aantreden als regering om samen met het team van SLM, SLM te redden. En we staan aan de vooravond van 3 jaar verkiezingen 20 mei 2025, 3 jaar regering. Maar laat me u terugvoeren, want als we vandaag hier zitten, dan zien we alleen een prachtig vliegtuig met kleur en we gaan richting Amsterdam vliegen met Atlantis. En natuurlijk zijn we blij. Maar ik ken die gevoelens en ik ken die meningen en ik ken de bezorgdheid en ik ken die onvrede, maar ik ken ook die onzekerheid 3 jaar geleden, die we helaas allemaal vergeten zijn, toen we als regering daar zaten met het team van SLM en een besluit moesten nemen. Hoe verder met SLM? En ik kan je zeggen, bijna iedereen was er mee eens. Gaan naar faillissement van SLM. Want de schuld was eerst 100 miljoen US dollar. Daarna met nadere berekeningen en koersaanpassingen naar 75 miljoen Amerikaanse dollar schuld. En dat geld was er niet. Niet bij SLM. Niet bij de regering. En dat was die sfeer daar. Maar gelukkig hebben we de meerderheid daar kunnen beïnvloeden. Maar zeker met mijn stem als aandeelhouder. We gaan SLM redden. En wat was mijn overweging? En dat heb ik daar gepresenteerd. Als ik een land waaraan ik leiding moet geven met 4 miljard Amerikaanse dollar schuld kan redden, wat is dan een SLM met 75 miljoen dollar schuld? En daar stonden voor die take-off om het land te laten vliegen naar hogere hoogte. En toen we aantraden als pilot en cabinebemanning en een regering als cabinepersoneel met de Surinaamse samenleving als inzittenden daar zo. Toen zagen we piloot, directeur, de lampjes branden. Geen brandstof. Geen geld, geen samenwerking, geen vertrouwen. Wat moet je dan doen? Toch die take-off doen?
als land met een risico van crash. Dat hebben we niet gedaan. We hebben naar die lampjes gekeken. Financiële crisis, die gaan we aanpakken. Laat daar weer het lampje uitgaan. Schuldcrisis, 4 miljard dollar schuld, aanpakken. Laat daar het lampje weer uitgaan. COVID-crisis, kennen jullie nog? Maar we vergeten die. Toen alles plat lag in de wereld. Ook SLM. Beheersen, ook daar het lampje uit laten gaan. En dat is de strategie die we hebben ingezet. Maar het probleem was zo complex en gecompliceerd dat we het niet alleen konden doen. Hebben we bijstand ingeroepen van de internationale gemeenschap en internationale financiële instituten. En ook het IMF om ons te helpen hierbij. Bij het beheersen van al deze crisis en samenwerken met verschillende landen. En terwijl we dit traject uitvoeren, zaten we ook daar met die take-off van SLM. Met een heleboel rode lampjes. Hoge schuld. Geen geld. Zelfs pensioenfonds leeg. Geen salaris voor ambtenaren, voor medewerkers. Niemand was bereid te lenen. Wie leent aan een bedrijf in een diepe put? Dat waren de zaken. Uiteindelijk hebben we toch groen licht gegeven voor die take-off. Met ook dezelfde opdrachten die wij als regering hebben. Schuldherschikking, bezuinigen, nieuw plan, hervormingsplan. Maar tegelijkertijd zorg dragen dat de maatschappij zo snel mogelijk vliegt. Waar staan we nu, mensen? Na 3 jaar. Als land, financiële crisis, macro-economisch, alle parameters gehaald. Onder controle, licht uit. Nu naar microniveau. De samenleving beschermen, koopkrachtversterking, weer rust brengen, werkgelegenheid, de investeringen zijn al begonnen. Schuldencrisis, licht uit, met de meeste schuldeisers al overeenstemming bereikt, met de schuldherschikking. COVID, licht uit, IMF is bijgekomen en u heeft afgelopen week gehoord, staff level agreement al, voor de tweede fase. En binnenkort gaan we naar boord. En gelet op het resultaat van onze inspanning, heb ik ook de overtuiging dat we ook die board level approval gaan krijgen. Dus ook daar gaat rood licht uit. Dus nu kunnen we als land met ons tweede helft, waarmee wij morgen starten. Morgen starten. Tweede helft. Met een veilig traject, die take-off, nu deliveren naar het niveau van groei, naar het niveau van verlichtende samenleving, naar het niveau van brengen van die investeerders. En daarmee zijn we al bezig. Het duurt lang soms, het roept soms ontevredenheid. Natuurlijk, als je vliegt, heb je turbulenties. En krijg je zelf de effect. Dan moet je net als die piloot rust brengen. En zelf de traject heeft als SLM ook afgelegd. En ik ben blij, directeur, Prescom, dat u en de master of ceremonie heeft het heel mooi gezegd. Het gesuis is er. Maar het geruis heeft u weggehaald van SLM. Heeft u weggehaald. En blijft u doorgaan met communiceren om de juiste informatie te geven.
Maar er zullen altijd tegenstanders zijn. Er zullen altijd mensen in dit land zijn aan hem geboren konden. Aan hem geboren SLM. Op basis van hun ego. Op basis van hun eigen anationalistisch gedrag. Dat gaat er altijd zijn. Maar dat is ongeveer 20%. Schreeuwerikken. Kijk naar die 80% die niet schreeuwt en vertrouwen heeft en meehelpt om het land te ontwikkelen. Dat vergeten we soms en we kijken naar die kleine groep daar. Die op social media de hele dag tijd heeft, want ze hebben geen ander werk, om negatief bezig te zijn. Laten we doorgaan met een grote meerderheid, mensen met positieve krachten, positieve energie, die bereid zijn. Mijn mensen, reddingsplan Suriname zal volledig volbracht worden. Reddingsplan SLM zal volledig volbracht worden. Alleen moet er bezuinigen zijn, directeur. Zo? En op bepaalde afkortingen, daar moet hij ook nader uitwerken. Afkortingen als IPB moet worden IPBGP. In die plaats beschikbaar, geen plaats. Dat moet het worden. Commercieel vliegen. Die rode cijfers moeten blauwe cijfers worden. Ik heb gesproken met u afgelopen week. En ik kijk uit naar die blauwe cijfers. SLM kan een prachtig winstgevend bedrijf worden. Gegeven de locatie van het land. Noordoosten. Gegeven het karakter van het land. Ten opzichte van Zuid-Amerika, Caribisch gebied en de rest van de wereld. Gegeven de kansen van het land op het gebied van cultuur, biodiversiteit, multi-etnisch, multireligieus karakter. Maar ook voor wat betreft onze status als carbon negatief. Een van de drie landen in de wereld. Met onze beauty in het binnenland. En SLM heeft heel wat bedrijven via een dochteronderneming in het binnenland. De minister is bezig. Daarmee kunnen we geld verdienen. Focus niet alleen op SLM als vliegmaatschappij. SLM als een big business. Met zelfstandig beleid met betrekking tot hotelvoorzieningen, toerisme, transport, commercie. Zoveel mogelijkheden zijn er. En de wereld staat te springen om hier te komen. U hoeft geen markt te gaan zoeken. Awoyo Jasokbam. Enig wat je moet inzetten, vliegtuigen. En de rest komt automatisch. Ik ben blij vandaag met de inzegeling. Met de A340-300. Laat het traject van certificering, directeur, samen met CASAS volledig afgerond worden. Laten we zo snel mogelijk vliegen met Atlantis. Maar voor zover het nog niet kan naar met Atlantis de komende dagen, zet ze in. Zet het in de regio. Verlaag je tarieven. Ga concurreren. Ga naar Aruba, neem die passagiers vandaar. Ga naar Curaçao, neem die passagiers vandaar. Ga naar Guyana, neem die passagiers vandaar. Maak die overeenkomsten en vlieg en ga onder de prijs van je concurrent. En dan ga je zien hoe die markt gaat groeien. En volgens mij is dat een grote vrachtruimte. Dus maak alvast wat reclame van extra vracht en zoveel betaling voor extra vracht. Vooral die mensen die richting Miami gaan, ze komen zoveel dingen terug. Pas het aan. Laat ze extra koffer nemen. Charge them $100, je gaat zien. Ze gaan komen, ze gaan betalen. Ik wil uit die rode cijfers, ik wil blauwe cijfers, ik wil dividend. Dus ik kijk er naar uit. Ja, het volgende toestel komt eraan. En mijn mensen, dit is vandaag het gevoel wat ik plaats tegenover het gevoel 3 jaar geleden. Bij alles wat met de Soopsanangami salaris, Soopsanangami bedrijf. Soopsanangen. Kijk waar we nu zijn. Als je durf hebt, moed hebt, hard werkt, volhoudt, teambuilding, geloof hebben, hoop niet opgeven. Tambegi, zoals de religieuze leiders dat gezegd hebben. Tambegi,
Journalisten, ik zoek geen ruzie. Want gebed helpt. Gebed helpt. En dat moeten we blijven doen. En u gaat zien dat zowel als land, als SLM, hogere hoogte gaan bereiken. Ook met dit toestel stabiel gaan vliegen. Geen turbulentie, maar wel een veilige bestemming. Een bestemming waar alle Surinamers welvaart en welzijn zullen hebben. Een bestemming waar weer alle Surinamers gelukkig gaan leven. Maar ook een bestemming welke duurzaam is ontwikkeld. Niet voor deze generatie alleen, maar ook voor de volgende generatie die gaat komen. Gefeliciteerd. Leiding van SLM, directie, Prescom, DC, minister, Lesser. Also, congratulations and thank you also for your support and having confidence in Surinam Airways. And we believe that with this cooperation and this agreement, also your company will get an opportunity in the future to make good use of Suriname as a hub country for connectivity, but also for broadening the flights of Suriname Airways and your company based on shared responsibility and based on win-win approach. Gefeliciteerd jullie. God bless you. Dank u wel, president. Ik wil u vragen te gaan staan. En ik denk dat de president enkele belangrijke dingen heeft gezegd voordat we de toast uitspreken over dit land. Ik denk dat de president de juiste kleur aan heeft vandaag, want de groene lichtjes die zijn aan bij de SLM. En met de support van iedereen, van alle Surinamers, van alle toekomstige passagiers, diaspora, iedereen die de ondersteuning heeft gegeven aan deze maatschappij, vooralsnog bedankt. En ik wil de president vragen om op dit moment...